de Uithoflijn. Daar gaan we het vandaag over hebben. Nou denkt u vast, wat was dat ook alweer? Nou, dat is de tram die moet gaan rijden tussen het Centraal Station van Utrecht en het universiteitsterrein aan de rand van de stad. Die tram die moet elke dag ruim 25.000 studenten vervoeren die zich nu nog in bussen moeten kloppen. Dit megaproject, de Uithoflijn, is nu eindelijk na jaren ontwikkelen, engineeren, bouwen, emmeren in de gemeentepolitiek, tientallen miljoenen euro's verder, klaar om in het stadium te komen van te gaan rijden. Niet voor het publiek, maar om te testen. En ik mag mee. Dus ik ben dus eigenlijk zo'n beetje de eerste passagier op de Uithoflijn. En hebben ze mij gevraagd om tijdens de rit, de testrit, om vooral rustig te blijven zitten. Omdat ze allerlei dingen moeten meten en testen. En nou, dat ga ik dan maar doen. De Uithoflijn. Daar gaat ie. Joes, daar ben ik. Hassa, van mij kan die. Rij je maar. Even rondkijken. De mannen zijn aan het lachen, het gaat blijkbaar goed. Kijk, hier bosje kabels, want dat is dan handig voor studenten om ze gaan vasthouden. Kijk, hier is ook de nieuwe tram, de Uithoflijn, die krijgen plastic bekleding. Want dat slijt dan minder hard en dat is duurzamer. Dus dat blijft er gewoon op. Oh, hey, sensor, uitkijken. Hier sensor, overheen. Kijk uit. Gaan we even... kijken bij de trambestuurder, dus niet machinist, trambestuurder. En hij heet Aswin, weet ik. Aswin. Hoi. Gaat het goed? Ja, prima. Hey, even als petrolheads onder elkaar, hè? Rijdt hij nou een beetje lekker, die Uithoflijn? Ja, dat rijdt fantastisch. Het rijdt fantastisch? Ja. Wel een mooi gezicht, hè? En komen er dan op den uur ook nog lantaarnpalen hierbij? Of dat niet? Ik denk dat dit zo blijft. Want waar zijn we nou, weet je dan? Dit is Vaartse Rijn, station Vaartse Rijn. Oh, station Vaartse Rijn. Ja. Oeh, er komt een soort ding. Een soort ding. Oh, daar voel je niks van. Nee. Dat is mooi. Er kwam een lekker soort blok op ons af te komen. En ik dacht, oh, dat wordt knallen, maar dat viel mee. En is deze tram nou heel veel anders qua bediening dan dat je gewend was? Ja, dit is een hele andere tram. Ja? Hoezo dan? Het is bijna allemaal elektrisch en hydraulisch. Die andere tram rijdt toch geen diesels of zo? Nee. Dat werkt hoofdzakelijk op lucht, op pneumatiek. Ja, precies. Maar de andere rijdt al wel, hè? Ja. Nou, dan weet ik genoeg. Dankjewel, man. Top. En dit is René van Marrewijk. Dag. Hey René. Dag Edo. En jij bent manager van het materieel of zo. Trammaterieel. Van het trammaterieel, oftewel de baas van de tram. Je zou het zo kunnen zeggen. Ja, toch? Ja. Nou, ik weet niet of je het kan zien, maar we zitten in een soort futuristisch-achtige omgeving met snoeren en dingen. Wat zijn we aan het testen, René? We zijn het comfort aan het testen. Comfort? Ja. Je ziet op de grond overal op verschillende plekken zitten meetsensoren. Ja. En die meten eigenlijk alle bewegingen en trillingjes die er in deze tram plaatsvinden. En dat moet zo weinig mogelijk zijn. En daarom moet ik een beetje stil blijven zitten. Heel stil zijn. Oh, ik zat alweer bijna te schudden. Oké, als we nou erachter komen na vanavond,
dat die tram te hard schudt. Wat moet er dan gebeuren? Dan die hele tram uit elkaar? Moeten ze allemaal veringjes bijstellen? Of? Nee, er is van tevoren natuurlijk al, ook al gemeten. Eerst in Spanje in de fabriek, maar later ook... Het zijn Spaanse trams? Het zijn Spaanse trams. Oh, okay. En op de vrachtwagen hier naartoe gekomen. Ja, ze zijn niet op het spoor komen rijden? Nee, niet op het spoor komen rijden. Okay. Maar stel dat er dan toch iets is... Dan moet er wat mis zijn met deze specifieke tram. Dus dan gaan we kijken van wat is er mis? Is er iets met het draaistroom bij de wielen? Ja, ja. En dan wordt het gerepareerd. Want maar, in principe hebben we al berekend dat die dus niet heel erg moet schudden. Hey, en hoeveel ritten heb je nou al gemaakt met deze tram? Deze tram heeft denk ik ongeveer 1000 kilometer gereden. 1000 kilometer? Ja, ongeveer. Dat is niet heel veel hoor. Nee. Als je nagaat dat er ongeveer in een jaar 60.000 kilometer straks gaat rijden per tram, dan is 1000 natuurlijk dat nog niet veel. Maar dan rij je ook elke dag en elk uur heen en weer. Ja, want hoeveel trams komen er dan ongeveer? Er komen er bij elkaar 27. En hoeveel studenten zeg maar, kunnen er dan mee per tram? Er kunnen er zeg maar 420 mensen kunnen er per rit mee. Hey, nou is het natuurlijk geen onomstreden project geweest. Want ze zijn al een poosje bezig om die uitoflijn te realiseren. Hoe lang zit jij er al op? Ik zit erop vanaf het begin dat we deze trams wilden gaan kopen. Van de allereerste ideeën van hoe moet die tram eruit gaan zien. Ja. Hoe gaan we dat nou, hoe lang moet die zijn, hoe breed moet die zijn, hoeveel mensen moeten erin kunnen, hoeveel deuren moeten erin. Dus bij het maken van de specificaties, vanaf dat moment ben ik er al bij. En hoe lang is dat geleden? Dat is nu eigenlijk al vanaf 2013. 2013. Dat is al 5 jaar. Maar dan is het eind dus bijna in zicht. Ja. Dus het is over een, wat is het? Een jaartje ongeveer, een jaartje, hè? Ja, een jaar. Ja. En dan is het klaar, man. En dan rijdt hij. En dan val je in een zwart gat. Nou, niet helemaal. Want de trams aan de andere kant van het station, ja, die nu naar IJsselstein en Nieuwegein rijden, ja, die moeten ook vervangen worden. En dan worden ook deze trams. Oh. Dus dat wordt de volgende serie die uitgeleverd wordt. En daar ben je ook weer bij. Daar ben ik ook weer bij. Dat wordt weer een megaproject. Want over het hele traject moeten de haltes zo'n 3/4 meter verlaagd worden, zodat het perron dan op gelijke hoogte komt met de instap van die nieuwe trams. In die 5 jaar, zijn er nou echt serieuze obstakels geweest? Dat je dacht, nou, ik zie het echt niet meer zitten met die tram en voor mij betreft, zo. Dit was zo, een obstakel, hoor dit je? Dit is een serieus comfortprobleempje. Ik stuitte er bijna met mijn kop tegen het dak aan. Dus je merkt dus echt dat er bijna, en er gaat meteen iemand kijken, oh shit, kijken, hebben we niet de voortrein eronder uit gereden? Weet je, zit de vering in de schokbrekers, allemaal nog op zijn plek? Zo zie je maar. Maar goed, je merkt dan wel dat je hebt inderdaad totaal geen vering of zo, hè? Jawel, je hebt wel vering, hoor. Ja, dat heb je wel. Dat alleen voelt niet zo. Nee, ja, dat is misschien ook wel... Nu net niet, nee. Ja, maar dat is ook zoals de baan niet zo moet zijn. Ik moet ook zeggen dat het eerste stuk voor die gekke hobbel... En er stappen ook allemaal mensen uit nu. Ja. Spannend, hoor. Nou, maar kijken of het allemaal goed gaat. Kijken of het goed gaat. Maar dat eerste stuk, moet ik zeggen, was inderdaad wel behoorlijk comfortabel. Of in ieder geval niet schokkerig of hobbelig of zo. Nee. Maar goed, wat ik wou vragen, hebben jullie nog echt hele schokkende problemen tegengekomen? Dat je dacht, nou weet je, gooi die tram maar weg, nee, voor mij ook niet meer. Met de tram zelf niet. Met het spoor hebben we wel vertragingen gehad, hè, met name op het Utrecht Centraal. Daar zijn natuurlijk heel veel activiteiten, er worden ook gebouwen, worden er tegelijkertijd gebouwd als dat de haltes gebouwd worden. Dus dat was ook logistiek, zeg maar, één wilde een gebouw neerzetten. Precies. Ja, ik ben hier met het gebouw bezig. Ja, maar wil het spoor leggen. Een ander moet een halte neerleggen, en een halte moet onder het gebouw. Dus er wordt, tijdens het bouwen van het gebouw wordt de halte, vindt daaronder plaats. Nou, dat afstemming daarvan, ja, dat kost tijd. Dat en dan zit jij, maar jij gaat over het materieel. Ik ga over het materieel. Dus daar heb jij er niet zoveel mee te maken? Nee, daar heb ik dan minder mee te maken. Dat zijn dan collega's die daaraan aan werken. Maar de reden dat we met de tram eigenlijk tot nu toe niet iets geks meegemaakt hebben, is omdat deze tram eigenlijk al in veel meer steden rijdt.
Dus deze leverancier heeft dan ook in allerlei andere steden hebben ze deze tram geleverd. Ja, maar dat is niet belangrijk nu, want wij in Utrecht hebben de eerste uithoflijn. Dat is zo, maar daardoor zijn eigenlijk alle problemen of kinderziektes die er zijn, zijn vaak dus al door... qua materieel was het niet zo heel spannend. Ja, je staat dus een goede tram gewoon. Het is een goede tram. Ja. Ik hoop natuurlijk wel dat hij zo snel mogelijk kan rijden. Ja. Dat lijkt me duidelijk. En dan krijg je een bonus. Nee, krijg ik geen bonus. Ja, oké. Okay. Nou, ik weet het niet. Nee. Anders, nee, dat kan zijn. Ja. Nou, dus, intussen staan we dus nog steeds stil. Ja. Ik denk dat er toch echt iets stuk is. Zou er echt wat aan de hand zijn. We gaan het zien. Maar, nou, jij denkt van niet? Jij denkt dit hoort erbij. Ik denk het niet. Je was gewoon padaboom, padaboom, padaboom. En even alles weer resetten. We gaan het zien. En we gaan weer. Nou, wat zo zou je kunnen zeggen, is hij daar ook comfortabel als hij stilstaat. Ja. Hij zit comfortabel. Hey, en kijk eens. Dan doe je deze. Nee, dat doen we niet, hè? Hoezo niet? Dat doe je toch thuis ook niet? Echt wel. Oh. Nee, we gaan weer rijden. Heel goed. Dat is fijn. Alles in orde. Top. En we zijn weer onderweg. we testen dus nu het comfort. Maar wat kun je nog meer testen? Want ik heb ook eens een keer iets gelezen, een keer van een tram of een trein, waar ze de trein te breed hadden gebouwd. En die kwam het perron oprijden en die roste zo dat halve perron uit. Ja, in Frankrijk is dat. Ja, was in Frankrijk of zo, ja. Klopt, daar moet je natuurlijk wel even over nadenken. Ja. Dat, nou, daar hebben we over nagedacht. Heb jij over nagedacht? En de eerste keer zijn we heel langzaam langs het perron gegaan. Ja. Hebben we ook met piepschuim langs de tram hebben we een test gedaan om te kijken van of de piepschuim dan geraakt werd. Ja. En vervolgens steeds sneller rijden. Op een gegeven moment met de topsnelheid. Met topsnelheid. En dan ging het gewoon goed. En dan ging het goed. Wat kost een trammetje nou? 2 à 3 miljoen. 2 à 3 miljoen, Zo, dus 27 van die units. Ja. Zit je al gauw bijna ruim 80 miljoen. Hoop geld, hè? Ja, goed, dat is je rijdt er wel 25 jaar minimaal mee. Ja, kan er ook wel 30 mee rijden. Ja. Ja. Dus dat zou je kunnen zeggen, is een zinvolle investering in het tramnetwerk. Ja. Dankjewel, man. Dankjewel, Edo. Nou, ik ga nog even genieten van je testrit. Ja. Ik ga even ook uit het raampje kijken. Nou, veel succes. Ja, ook uitkijken voor de sensoren. Oh, je moet heel voorzichtig lopen natuurlijk. Ja, heel zachtjes. We gaan nu heel langzaam met hem mee. Ja, we gaan nu echt heel langzaam. De tram rijdt extra langzaam voor de test. Hoe hard kan hij eigenlijk? Hij kan 70 gaat hij straks rijden als hij in de dienst rijdt. Maar hij kan 80 km per uur. Het is niet echt spannend, hè? Nee. Misschien dat je dan nog weet dat we er net met de tram, de uithoflijn, zo'n enorme boem hadden. Toen zijn ze gaan kijken wat het was en het was dus dit. Gewoon een enorme borgpenboutmoerachtig geval die eventjes op de rails lag. Kijk, en meteen de tram er een spoor in getrokken. Maar dat was dus die hobbel die even tegen zat. Toch handig, zo'n testrit hebben ze natuurlijk gewoon zelf neergelegd om indruk te maken dat het een goede tram is en dat hij niet ontspoorde. Koppie.